jaar van 1984 droomde Johnny Strijbos, sportvoorzitter van de motor- en autoclub Lommel, van een veteranenwedstrijd gestoeld op internationale basis. Hij stelde samen met het dynamische bestuur van Motor Autoclub Lommel echter wel één voorwaarde die absoluut moest vervuld worden. De deelname van Roger de Koster, Mr. Motocross, met zijn 5 wereldtitels in de 500 cc-klasse. Tot eenieders tevredenheid pikte Roger de Koster onmiddellijk gretig in op het voorstel dergelijke wedstrijd onder oud-collega's te betwisten. En meteen was de ereprijs internationale veteranen geboren. Johnny en zijn vrienden togen dadelijk op zoek in zowat alle Europese landen. En zoals uit de volgende beelden zal blijken, was de respons bij al die gerepeteerde kleppers van weleer enorm. Op 27 mei 1985, Pinkstermaandag, meer bepaald te Lommel, België, zorgde Johnny Strijbos voor een primeur in de motocrosswereld. Voor eerst gaan we een kijkje nemen in het rennerspark, waarin er vanaf 's morgens reeds een enorme drukte heerste en waar piloten en toeschouwers weer genoten van de sfeer van Good Old Days. Het deelnemersveld was samengesteld uit ex-toprijders komende uit 8 verschillende landen. Met name Canada, Engeland, Zweden, Finland, Tsjechoslowakije, West-Duitsland, Nederland en België. Deze ex-toprijders zorgden in de periode van 1959 tot en met 1978 voor maar liefst 17 wereldtitels en 1 Europese titel. Roger de Koster, 5-maal wereldkampioen in de 500 cc-klasse. Joël Robert, 6-maal wereldkampioen in 250 cc. Heikki Mikola, 3-maal in 500 en 1-maal in de 250 cc-klasse. Sten Lunden, 2-maal wereldkampioen in de 500 cc. En Jaromír Žižek, Europees kampioen in de 250 cc-klasse. Naast de piloten kregen ook de machines een bijzondere aandacht van de toeschouwers, zoals CZ, WSA, Triumph en FN. Maar zoals later uit de uitslag zal blijken, reden de best geclasseerde met de topmerken van vandaag, zoals Roger de Koster en Pierre Karsmakers op Honda, Uno Palm op Suzuki en Heikki Mikola op Yamaha. Duizenden toeschouwers voorgesteld en verwelkomd door de afgevaardigden van de Belgische Motorrijdersbond. Als eerst kregen we de deelnemers uit West-Duitsland. West-Duitsland was vertegenwoordigd door Otto Waltz, Werner Schütz en Alfred Hulsman. Vervolgende Tsjechen met Jaromír Žižek, Jozef Kára, Viktor Lahita, Karel Pilar en Karel Mirak. En Johnny Strijbos hield eraan zijn Tsjechische vrienden te verwelkomen. Vervolgens kregen we Zweden.
met Sten Lunden. Christe Hammergren. Uno Palm. En Jan Johansson. Van Zweden naar Finland. Met de nog steeds populaire Heikki Mikkola. Chris Horsfield vertegenwoordigde Engeland. Vervolgens kregen we Nederland. Met Gerrit Wolsink, Pierre Karsmakers, Tini van Erp, Joep Janssen, Wim Vervoorst, Henk Thuis en Frans Merks. Uit Canada kwam John Kirby. En dan België. Met zesvoudig wereldkampioen Joël Robert. Jeff Thewissen. Frans Slechten. Walter Baten. Vic Geboers. Julien en Gilbert de Rover. Julien Corbeels. Jos de Wit. Alex Bal, Jos Smits, Emil Luitens, Vic Bijlemans, Willy van Loon, Sigmund Wisnowski, Gasto Houben, Willy Paken, Wien Nuidens, Ronnie Poelmans, Guido Verburg, Jos Dirks, Mark Gijzelink, Jeff Palings, Jean Robert, Roger Verbiest, Jos Ribbens, Ronnie Renders, Jean Godfroy, Marcel Wirts, Jos Vermeeren, Phil Jamers. Remo van Opbergen. Marcel Verhagen. En last but not least, Mr. Motocross, Roger de Koster. Die hier ouderdomsdeken Camille Fruithof verwelkomt. En op dit ogenblik stellen al de deelnemers aan deze ereprijs voor internationale veteranen zich op achter het Belrace startdekken. In de eerste marge keek iedereen zowat naar iedereen toen het Belrace startdekken neerklapte. Uitgezonderd de Nederlanders, Weerkarsmakers en Gerrit Wolsink. Die namen de bende op sleeptouw. Spoedig achterna gezeten door Roger de Koster, Willy van Loon en Uno Palm. Gerrit Wolsink viel eerst af. Even verder gevolgd door Joël Robert en Sten Lunden. Roger de Koster drukte met Palm in het wiel op.